Nou ja, wat ik nou helemaal niet begrijp. Ik snap er geen hol van. Ik bedoel, iedereen is nou druk aan het speculeren over dat de KNVB-beker Feyenoord Ajax wordt. En dan weten ze niet, ja, god, oh god, oh god, mogen de Ajax-supporters dan in de Kuip komen als het Feyenoord Ajax is? Of moeten we, zoals jaren geleden, moeten we dan twee keer de finale spelen? Oeh, wat moet de KNVB nu doen? Rick, het is toch, ja, nou weet niemand het meer, maar dat is toch onzin? Dat is toch, ja, maar we zijn nog nergens, hè? Die halve finales moeten nog gespeeld worden, maar iedereen is al helemaal van de leg over de finale. Nou ja, hou hem op zeg. En ik denk alleen maar bij mezelf, die jongens in Utrecht, die denken bij zichzelf, waar gaat dit over? Wat is dit voor gelul? Nee, ja, hoezo? We krijgen Utrecht-Ajax, halffinale, en jij denkt zomaar dat Utrecht zegt van, oh maar Ajax, hey, ga even je gang, loop even door naar de finale, die kant op, Rotterdam, veel plezier. En dan denk jij dat ze dat zeggen in Utrecht? Nee, ja nee, natuurlijk niet. Zeggen ze daar in Utrecht, die zeggen wat? Wat godverdorie, wat Ajax, het is Feyenoord, FC Utrecht de finale, wat is dit voor gelul? Ja, Feyenoord speelt tegen NAC. Nou ja, goed, NAC die hebben natuurlijk spektakel geleverd tot nu toe. Maar goed, normaal gesproken zou je mogen verwachten dat Feyenoord in eigen stadion van NAC wint. Dat kan. Dat is mogelijk, ja, maar dat is allemaal mogelijk. Goed, dat is allemaal. Ja, maar goed, stel je voor, dat is onmogelijk. Maar Utrecht-Ajax is niet een ABC'tje. Het is niet zo dat Ajax zomaar even hoep over het Utrecht heen gaat. Dus die hele discussie over Feyenoord-Ajax, laat hem even zitten. Hey, we wachten gewoon eerst die halve finales af. Pff, ik ben af, man.